Minister Urakit Ramsarang van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is van mening dat de samenleving de verschillende uitkeringen niet in de war moet brengen. Er zijn personen die maandelijks geld ontvangen vanuit het ministerie en de uitbetaling hiervoor verschilt met de uitbetaling van de koopkrachtversterking. Naar zeggen van de bewindsman is er door de regering en de samenleving gevraagd om de verschillende uitkeringen die door het ministerie worden uitbetaald gescheiden te houden, zodat het volk weet wie waarvoor in aanmerking komt. Hoe hebben we dat separaat kunnen houden? Dat de reguliere uitkeringen op een ander, dat is voor een van de maand, en aan hand van dat we dan gaan richting de overmaking van koopkrachtversterking. Koopkrachtversterking heb ik aangegeven dat het niet binnen dezelfde maand dat die som in aanmerking zou moeten komen, maar dat het dan voor de 10e van de nieuwe maand dan wordt overgemaakt. Wat bedoel ik daarmee? En als voorbeeld zal ik dan mei nemen. Als we kijken naar mei, afgelopen mei, heb ik dan mogen mededelen aan de samenleving. Als u koopkrachtversterking van mei zou moeten ontvangen, dan zult u dat ontvangen binnen de eerste 10 dagen van de nieuwe maand juni. Intussen, de koopkrachtversterking voor mei is op 7 juni al overgemaakt naar alle rekeningnummers van degenen die dit daar in aanmerking zouden moeten komen. Wat betekent dat wij sowieso onze deadline van 10 juni dan hebben behaald met de datum van 7 juni, waarbij de koopkrachtversterking van mei al is overgemaakt. Ja. Ramsaran benadrukt dat niet een iedereen aanmerking komt voor de koopkrachtversterking van 1800 SRD. Vanuit het ministerie wordt er nauwkeurig gekeken naar alle data die het ministerie krijgt. Op basis daarvan wordt het besluit genomen wie in aanmerking komt. Ambtenaren die allemaal getraind zijn specifiek voor koopkrachtversterking, dat wij ervoor hebben gezorgd dat men wel daarnaar moet kijken ten aanzien van criteria. Als er gezinnen zijn die uitsteken, dan heb ik het dan niet over dat gedeelte van flexibel zijn, van coulant zijn, maar ik heb dan over gezinnen boven de grens zitten. 12.000 richting de 20.000 misschien ontvangen in zo'n gezinshuishoudens. Een gezin die 20.000 ontvangt binnen zo'n gezinshuishoudens vergeleken met een ander gezin die alleen 8.000 of althans 6.000 krijgen, dat wij daar het verschil dan wel moeten zouden kunnen uitmaken. Dat zo'n gezin die 20.000 zoveel aan gezinsinkomen heeft, dat wij de ander wel de kans moeten geven om ervoor te zorgen dat zij koopkrachtversterking genieten. Dus zijn er aanvragen die worden afgewezen? Ja, dat is ook de bedoeling dat als je niet in aanmerking moet komen, dat wij dat dan uitfilteren. Ramsalan verduidelijkt dat het ministerie haar controlemechanisme bij het binnenkomen van de aanvragen gelijk inzet. Daarna volgt het besluit van de beoordelingscommissie.